De beste wensen voor 2018 en dat het een mooi en vooral financieel succesvol jaar mag worden. Goedenavond dames en heren, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en in deze video wil ik terugblikken op 2017 en vooruitblikken naar 2018. Wat hebben we bereikt afgelopen jaar en wat willen we graag bereiken in het komende jaar? Waarom ben ik nou passiefinkomen.nl begonnen? Nou, een paar maanden geleden ben ik echt begonnen, maar eigenlijk gaat het al langer terug. Dat alle informatie die ik interessant vond, vooral kwam van Amerikaanse en vooral Engelstalige video's of websites. Dat er eigenlijk heel weinig informatie te vinden was in het Nederlands. Al deze informatie is vaak wel bruikbaar hier in Nederland, maar zoals je kunt begrijpen zijn sommige wetten of regels hier heel anders, waardoor eigenlijk nooit één op één was om te zetten. En ik denk dat daarom ook een passief inkomen deze informatie in het Nederlands kan bieden, met de Nederlandse regels, op de Nederlandse manier, en dat het dus een heel andere doelgroep kan bereiken. Aangezien ik het interessant vond, denk ik dat er nog steeds meer Nederlanders zijn die het interessant vinden. En wat is er dan makkelijker om een Nederlandse video te kijken, waar alles gewoon actueel is en klopt, in plaats van een Amerikaanse video te kijken, waar je zelf nog naderhand veel werk moet doen om het om te zetten. Dus dat is eigenlijk de reden waarom ik het doe. Ik heb dus zelf deze traject moeten doorlopen en ik wil graag jullie helpen om het gewoon goed informatie te geven. Nou, wat hebben we bereikt in 2017? Zoals gezegd, de eerste video kwam ergens in november 2017 pas online. Op dit moment is dit de vierde video, dus heb ik drie video's online gezet in 2017. De planning is om een serie van 6 te maken, dus snel zullen er nog 3 andere video's volgen. Zoals ik net heb gekeken, hebben we op dit moment 33 abonnees en 140 views. Dus het is zeker nog niet veel, maar het is een begin. En ik denk dat het vooral later leuk is om terug te kijken dat ook wij klein zijn begonnen. En hoe je het langzaamaan hebt op kunnen bouwen. Net zoals bij investeren natuurlijk gaat, klein beginnen. Maar ja, nou is het misschien nog heel weinig, maar achteraf zal het wel een leuk moment zijn om terug te kijken. Nou, zoals ik ook al zei, wil ik in deze video graag vooruitblikken naar 2018. Wat willen we gaan doen? Wat wil ik gaan doen? Wat wil ik bereiken? Dat heb ik opgedeeld in 2 categorieën. De eerste categorie is de korte termijn, dus eigenlijk in de komende 3 maanden. Allereerst wil ik wekelijks een video uit gaan brengen. Ik ben van plan dit op de vrijdagavond uit te brengen, zodat jullie in het weekend, als de meeste mensen de meeste tijd hebben, je rustig deze video kunt kijken en misschien er ook meteen iets mee kunt doen. De video's wil ik ook gaan verdelen in een paar series die ik wil gaan maken. Precies daarvan weet ik het nog niet, maar je kunt denken aan bijvoorbeeld een aandelen van de maand. Welke aandelen zijn de komende maand misschien interessant om te bekijken en te kopen, of te verkopen misschien wel. Investeren in. Wat zijn behalve aandelen leuke dingen om in te investeren? Kan ook Bitcoin zijn bijvoorbeeld. Kan ook heel andere dingen zijn. En een ander onderwerp van een serie is bijvoorbeeld mijn eigen budget of eigen vermogen. Ik heb dit bij buitenlandse video's dus gezien. En dan vind ik het altijd persoonlijk zelf wel interessant om te kijken hoe hun zijn budget opstellen. Hoe hun eigen vermogen is. En dat je dat gedurende tijd kunt volgen. Ik hou het op dit moment al zelf bij. En ik denk dat het ook wel leuk is om te delen. Mochten jullie nou vinden dat het ook zo is, laat dan even weten. Dan weet ik zeker dat het nut heeft om verder dan mee te gaan. Wat ik ook op de korte termijn nog wil doen, is een website online zetten. De website is vooral bedoeld om alle informatie te geven onder elkaar te zetten in plaats van een video, dus een tekstvorm. Het voordeel hiervan is dat ik met de website een andere doelgroep bereik dan met YouTube video's. Deze mensen kan ik dan via de website doorlinken naar deze video's. Maar andersom voor jullie geldt het. Jullie kennen mijn video's, maar willen jullie misschien iets teruglezen in plaats van een hele video bekijken, kun je dan makkelijk op de website iets terugvinden. Daarnaast wil ik nog een nieuwsbrief of een community beginnen op de website, zodat je eigenlijk van vooraf aan kunt instappen. En bijvoorbeeld als je aangeeft dat je investeren heel interessant vindt, telkens als ik iets heb over investeren, krijg je daar een e-mailtje over.
Maar wil je bijvoorbeeld ook passief inkomen, dan kun je daarop abonneren dat je alleen de informatie ontvangt die jij interessant vindt. En als laatste wil ik op de website verschillende downloads zetten. Het zijn korte maar nuttige bestanden die je snel kunt downloaden. Uit kunt printen bijvoorbeeld een lijstje met een stappenplan of motivatie. Ik weet niet precies, weet ik het nog niet, maar in ieder geval dat wil ik ook nog bij doen. Kijken we dan op de lange termijn, dus zeg maar in de tweede helft van 2018, dan wil ik beginnen met een gratis e-book uit te geven over passief inkomen. Dit zou dus een van die downloads kunnen zijn op de site. Het korte e-book, misschien 20, 30 pagina's, wil ik vooral mensen motiveren en informeren over passief inkomen. En daarnaast wil ik gewoon laten zien met het gratis e-book welke kwaliteit ik lever en welke informatie en of het nuttig is voor jou. Daarnaast wil ik ook nog een online videocursus gaan doen. Precies onderwerp weet ik nog niet. Ik zit zelf te denken aan het budget, omdat ik persoonlijk denk dat een budget eigenlijk altijd de eerste stap is om vervolgens je vermogen op te bouwen. Dat je zonder budget dat eigenlijk veel moeilijker is, of in ieder geval niet slim lijkt mij. Misschien is dat een goede cursus om te beginnen, maar misschien hebben jullie wel een ander idee. Misschien jullie misschien liever iets over passief inkomen, ondernemen of investeren. Ook dat, laat het even weten. Ik neem alle reacties mee. Dat geldt eigenlijk voor alles, niet alleen voor die videocursus, maar ook voor video's. Laat me even weten welke video's jullie graag zouden willen zien, welke onderwerpen er zeker behandeld moeten worden in de komende maanden. Zijn er dingen die je graag ziet, maar moeilijk te vinden zijn? Of zijn er dingen die je overal al ziet, maar waar je graag nog meer van ziet? Laat het dan even weten. Echte doelen voor 2018 heb ik op dit moment nog niet echt. Het zou bijvoorbeeld leuk zijn om mijn YouTube-kanaal eigenlijk te laten groeien naar zeg 5000 abonnees. Ik denk dat het zeker wel haalbaar is. Daar zal ik alleen natuurlijk wel wekelijks die video's uit moeten brengen. En elk echt informatieve en goede video's moeten maken. Een ander doel, wat misschien eigenlijk leuk is, is meer persoonlijk, is zoals ik al zei, mijn eigen budget en eigen vermogen. Afgelopen jaar heb ik ongeveer mijn eigen vermogen met 50% zien toenemen. En mijn schatting is dat het komende jaar met 30% ongeveer gaat toenemen. Dus dat is eigenlijk een doel. Kijken of ik het haal, dat zien we dan op 31 december 2018 wel. Tot zover deze video. Ik hoop dat jullie hem wel leuk vonden. Laat even een duimpje achter als je hem leuk vond en een reactie over wat jullie van vonden. En ideeën voor komende video's. En dan zie ik jullie vrijdagavond weer terug met een nieuwe video. Een video die ik laatst al heb aangekondigd in mijn reacties bij RTLZ. Onder de video's van hun over waarom de rijken nou rijker worden. Het was als ik kon zien, veel reacties kwamen er. Kreeg ik erop terug, dus het is wel een leuk onderwerp. Niet iedereen is het met mij eens, maar dat hoef ik niet. Iedereen heeft zijn eigen kijk daarop. Maar mijn video dus, aanstaande vrijdag. Tot dan.